ik zal de zin afmaken. In dit kader vindt mijn fractie het wel verontrustend dat, en ik quote, in het metropolitane kerngebied, volgens mij is dat gewoon Amsterdam, het primaat ligt bij verplaatsingen te voet, te fiets en een sleutelrol is weggelegd voor het openbaar vervoer. En dan rond ik mijn zin af. De loodgieter die een klus moet doen in Amsterdam of, nou ja, de vrouw, maar ik noem nadrukkelijk ook de man kan het zijn, die met twee volle boodschappentassen en twee kinderen, ja, die moeten toch ook de mogelijkheid behouden om ook de auto te blijven pakken. Punt, mevrouw Albers. Nee, heel goed hoor, want daarop aanhakend is de vraag aan de VVD van de SP, hoe staat u tegenover de model shift? Als VVD-fractie staan wij positief tegenover die model shift. Kijk, heel simpel gezegd, wij zijn natuurlijk niet een partij van alleen maar asfalt en alleen maar auto's. Wij zien ook dat het in Noord-Holland drukker wordt, dat zaken vastlopen. Dus ja, wij geloven zeker in die model shift. Maar daarbij staat voor ons als fractie altijd voorop, verleiden in plaats van verplichten.